Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe collectie testen van Morphe. Ze hebben weer een nieuwe collectie, jongens. Alweer, I know. En dit is de nieuwe Making You Blush collectie. Dus de naam zegt het al, blush. Alles heeft hele mooie roze, peachy-achtige blush kleurtjes. Ook echt een goede lente collectie. Het zijn twee oogschaduwpaletjes, een cream blush en een poeder blush. Want hè, er moeten twee blushjes bij zitten, want daar gaat de hele collectie over. En het is echt prachtig. Ik hou van de kleuren. Het lijkt op mijn achtergrondkleur een beetje allemaal. Het is allemaal echt heel mooi. Kijk. Ik hou van de lente, want altijd komen er van die prachtige lente zachte collecties uit. En ik hou van die kleuren. Ik vind het mij ook altijd heel goed staan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben vooral benieuwd naar de blushes, want ik heb niet heel veel blush. Ik heb geen blush van Morphe. Jawel. Ik heb liquid blushes van hun. Ik heb nog geen normale blush van hun. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. En ja, ik ben gewoon weer heel benieuwd naar de hele collectie. En we gaan het gewoon vandaag allemaal testen. Dus vind je het nieuwe leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Let's do this! Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies. En ik heb mijn gezicht geprimed en dagcreme. Ik ga beginnen met een product dat we vandaag niet gaan gebruiken. Want ik heb hier twee oogschaduwpaletjes. En ik ga alleen maar de grote gebruiken. Ik zie dat de collectie er nog niet is bij Douglas. Maar hij komt eraan. Dit is het Morphe 9P Petal Passion Palette. En het heeft 9 prachtige zachte roze-achtige kleuren en 2 pressed glitters. Nou, dit paletje ga ik dus niet gebruiken, maar ik wilde hem wel jullie laten zien. Een heel klein schattig paletje. En de kleuren zien er echt prachtig uit. Ook heel leuk dat we een soort van 2 pressed glitters krijgen. Of ja, het is niet echt pressed glitter, maar gewoon een andere soort glanzende kleur. Maar dit paletje geef ik weg, dus hier ga ik iemand anders blij mee maken. Dus ik ga dit andere paletje straks gebruiken. Maar we gaan eerst beginnen met de blushes en ik ga beginnen met de cream blush. Dit is de Morphe Blush Balm Soft Focus Cream Blush. Een hele, hele mooie blush met een kleine spiegel erin. En dit is de kleur Wild Wine. Oké, dit is hem dan. Hij is echt best wel klein. Kijk even vergeleken met mijn hand. Echt een kleine, schattige blush. Ik heb wel een donkere kleur gehad. Er zijn in totaal 5 kleuren. En ik heb de donkerste gehad. Ik weet niet waarom. Ik heb niet een hele donkere huidskleur of zo, maar goed. Het ziet er wel echt heel cute uit. Zo'n kleur heb ik nog niet. Omdat ik altijd inschat dat dit soort kleuren mij niet gaan staan. Maar ik ben wel heel benieuwd. Misschien als het niet heel veel pigment heeft, dat het gewoon kan werken. Dus deze gaan we gebruiken. Op de verpakking staat dat het een lichte dekking heeft. Maar je kunt het wel opbouwen. En dat het uiteindelijk een matte finish heeft. Oké. Ik ga eerst even een laagje foundation aanbrengen en concealer. Ik ga in met mijn Fenty Ease Drop in de kleur 13. Een hele fijne skin tint met niet al te veel dekking. We gaan het een tikkietje naturel houden. En dan gewoon helemaal inblenden. En dan deze Catrice Clean ID Concealer in de kleur 010. Echt een hele fijne everyday concealer. Nou, de basis zit erop. We gaan nou in met deze cream blush. Alsjeblieft, niet te veel pigment. Er wordt geclaimd dat er niet heel veel pigment is. Dus ik hoop ook gewoon echt dat dat zo gaat zijn. Ik pak gewoon zo'n beetje van die cream blush met deze kwast. Je kunt het aanbrengen met een spons kwast, je vingers, wat jij wilt. Ik vind altijd gewoon zo'n kwast wel fijn. Ik pak niet al te veel, want ja, nogmaals, ik weet niet hoeveel er vanaf komt. Oké, het is... Ik wilde net zeggen, het heeft inderdaad niet heel veel pigment. En toen kwam er ineens heel veel pigment. Het is wel oké. Het is helemaal niet... per se too much. Ik weet dat ik er nog overheen ga met poeder en zo. Dus dan wordt het automatisch weer iets minder. Ik denk dat deze kleur prachtig gaat zijn op een donkere huidskleur. Voor mij vind ik hem toch net iets te fel of zo. Ja, het is wel lekker veel. Ik weet dat ik dit nog wel ga kunnen fixen. Maar de kleur is wel wat lichter dan dat lijkt. Zie je het verschil met de verpakking wat erin zit? Maar ik vind het wel mooi. Het is inderdaad een lichte dekking. Maar je kunt het zeker opbouwen zoals ik hier ook heb gedaan. Zoals je kunt zien. Ik ga even wat poeder aanbrengen. Ik ga baken met ook hun poeder in de kleur Brightening Pink. Dan bronzer ook van hun. Hele mooie matte bronzer. En dan heb ik hier hun poederblush. Dit is de Morphe Making You Blush Sculpting Powder. Ook weer een hele mooie matte blush. Oké, dit is dus de poederblush. Die ga ik er overheen aanbrengen. Ik heb hem ook weer in die kleur. Even kijken. Juicy Secret. Het is wel een andere naam. Maar de kleuren zijn echt gewoon de same. Zo ziet hij eruit. Dit was de cream blush. En dit is de poederblush. Echt een hele andere verpakking. Maar de kleuren lijken wel echt op elkaar. Kijk dit.
Ze lijken echt heel veel op elkaar. Waarom geven ze mij zulke donkere blushes? Oké, nou pak ik een beetje van die blush. Hier pak ik echt maar een heel klein beetje van. Want ik ben bang dat het anders echt te veel wordt. Vooral nou ook met die cream blush eronder. Deze is wel echt donker. Oké, hier kan ik echt maar een heel klein beetje van aanbrengen. Deze blush vind ik niet zo. Hij blendt niet zo goed uit. Oké, dit is vandaag echt veel blush. Dat is gewoon echt omdat de kleur niet matcht. Ik zie hier ook een beetje van die plekjes. Het is allemaal een beetje vlekkerig. En dat was door de cream blush. De cream blush is een beetje vlekkerig. En hij gaat er ook gewoon af. Kijk, hier zie ik gewoon mijn huid er helemaal doorheen. En hier ook. Ik weet niet of je het echt goed kunt zien op beeld. Maar ik zie hier letterlijk gewoon een streep. En hier is gewoon mijn huid. Ik breng een beetje van die poederblush erop aan. Dit is echt een bende. Dit is echt een bende. Ik vind allebei niet zo fijn. De cream blush vond ik in het begin wel oké. Maar het is er gewoon helemaal af aan het gaan. En deze andere blush is ook niet zo. Ik weet niet. Ik ga er een beetje overheen met mijn poederkwast. Oeh, nou gaat het er helemaal eraf. Oké. Ik pak even een pressed poeder. Gewoon een nude kleur. Ga ik er even een beetje overheen, want het is echt too much. Nou, dit ging niet zo goed. Oké, we gaan gewoon verder. Ik hoop dat de oogschaduw beter gaat zijn. We gaan in met dit paletje. Dit is het Morphe 18V Fava Bloom paletje. En er zitten 18 prachtige, matte, glanzende en duochroom kleuren in. En ook weer een grote spiegel. Oké, jongens, ik ben heel benieuwd naar dit paletje. Ik vind hun paletjes altijd wel fijn. Heel mooi roze. Echt zo fel, fel roze. I like it. Ik hou van roze. Is mijn fave kleur. En ik moet zeggen, de inhoud ziet er op zich ook wel goed uit. Ik had wel één pressed glitter erin gewild. En misschien iets van een licht roze kleur of zo. Maar ja, deze kleur lijkt op die blush die ik op heb. Die zou daar wel goed mee matchen, denk ik. Maar ik vind er echt heel mooi uitzien. Deze kleur hier ook. Wow, I love it. Kijk dit. Oké, ik ga hier eventjes een mooie look mee maken. Ik wil het wel een beetje roze hebben. Maar ik wil ook echt heel graag deze diepe kleur hier in de hoek gaan gebruiken. Dus ja, let's do it. Ik was gewoon bijna vergeten mijn camera aan te doen. Oh my gosh. Oké, laten we beginnen. Ik ga beginnen met deze lichte paarsachtige matte kleur hier. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de kleur daaronder, deze matte kleur. Dan pak ik deze prachtige donkere Bordeaux-achtige matte kleur hier beneden. Dit is voor mij echt gewoon de kleur van dit paletje. Ik vind hem er zo mooi uitzien. En die kleur breng ik hier zo in de hoek aan. En dan ga ik het lekker donker maken. Wauw, echt veel pigment. Echt precies de kleur die ik verwachtte. Heel mooi. Mensen, kijk even hoe mooi donker dit is. Ik vind het echt prachtig. Nou ga ik een halve cut crease maken met concealer. Dan ga ik in met deze hele mooie glanzende kleur hier. En die breng ik aan over de hele cut crease. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray. Wauw, deze glanzende kleur is mooi. Het brengt echt aan als een cream gewoon. En dan ga ik weer een beetje die matte kleur hier zo inblenden. Met die glanzende kleur. Echt heel mooi dit. I love it. Dan is het tijd voor de onderste wimperrand. Ik ga in met dit oogpot een loodje van Shiseido. In de kleur 10 Burgundy. En dan ga ik al die matte kleuren die ik heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik nog deze lichte glanzende kleur. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. En met wat er nog op de kwast zit, ook een klein beetje onder mijn wenkies voor extra glans. Ik pak ook nog deze roze glanzende kleur. Een hele heftige kleur. Die wil ik misschien nog een klein beetje zo hier in het midden aanbrengen. Voor een extra pop van glans, zeg maar. Ooh, I like it. Dit heeft de ooglook echt in één keer helder gemaakt. Nou mensen, dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Ik vind het zo mooi. Dit ging echt fantastisch. Die matte kleuren, heel veel pigment. Beetje poederig, maar blenden wel heel goed uit. En die glanzende kleuren, die brachten echt aan als boter. Alsof ik een cream oogschaduw aanbracht. Zo zacht en gepigmenteerd. Hoe voelden ze aan? Echt, I love it. Echt een goed paletje. Ik ga even de look afmaken. Eyeliner, wimpers, et cetera. En dan zijn we klaar. Mensen, dit is dan de hele make-up look. Ik vind het zo mooi. Kijk deze eyeliner. Ik heb geen zwarte gedaan. Dit is burgundy kleur. Dat vond ik heel mooi staan met deze ooglook. En de wimpers en alles. En deze lipstick. Echt amazing. De lipstick die ik op heb is ook van Morphe. Een lipstick set van hun in samenwerking met Ashley. In de kleur Tourmaline Soul of zoiets. Dit is zo'n lipkit met een lippot, een loodje en een lipgloss. Super mooi. Ik hou van deze make-up look. Ik vind dit echt prachtig. Echt helemaal mijn ding. Nou mensen, dit was het dan. Wat vonden we van de video?
Wat vonden we van de collectie? Mijn make-up look. Ik had zwart moeten aandoen. Dat had echt zo mooi gestaan met deze make-up look. Maar whatever. Ik ben gewoon gegaan voor lente oranje. Mijn make-up is niet echt lente geworden. Het is best wel donker. Maar ik vind het wel echt heel mooi. Dit is een beetje lente, maar dan donker. Donkere lente. Slecht weer lente. Op de slecht weer dagen in de lente is dit de perfecte look. Wat vind ik van alles? Ja, de blushes vind ik allebei niet zo. Maar dit paletje is echt amazing. De matte en de glanzende kleuren allebei. Je kunt hier zoveel looks mee maken voor echt een betaalbare prijs. Echt een goed paletje. Ook een handige grote spiegel. Ik vind dat het echt super goed is gegaan. Alles blenden echt toppie. Echt gewoon amazing. Ik heb er echt niks slechts op aan te merken. Ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. En deze make-up look hou ik ook gewoon vandaag lekker op. Because I love it. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Let me know. Zijn jullie net zo enthousiast als ik? Ik hoop het wel. Ik ga er ook wel gewoon vanuit. En als er nog meer make-up collecties zijn die jullie willen zien op mijn kanaal, let me know. Want dan ga ik ze misschien ook wel halen en hier testen samen met jullie. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!